deze video binnen 3 seconden voor extra geluk. In welke Piggy map willen wij spelen? Ik vind de Outpost wel episch klinken. Chapter 11. Let's do this. Ik ben heel benieuwd. Maar de grote vraag is, wie gaat Piggy zijn? Ik bedoel, hey, het lijkt mij op zich best wel episch als ik Piggy mag spelen. Maar tegelijkertijd, ik heb laatst ook al een keer als Piggy gespeeld. En juist om die reden lijkt het mij ook wel weer gaaf om een speler te zijn. Zodat ik juist degene ben die moet proberen te ontsnappen aan Piggy. Alright, het is in ieder geval een speler die verkozen gaat worden. Dit is niet zeg maar de meest recente chapter die we nu gaan spelen. Maar op zich maakt het ook niet zoveel uit. Want het is alleen al leuk dat we gewoon moeten proberen om niet door Piggy te worden ingemaakt. Oké, er staat, dit is waar het signaal vandaan kwam. Oeh, het ziet eruit als een soort van gevangenis, is het niet? Ik denk dat we naar binnen moeten dan. Ja, het lijkt mij geen verstandig idee om naar binnen te gaan op een plek waar Piggy waarschijnlijk rondloopt. Oh, zo creepy. Oké, there we go. Alright, er staat, heeft er iemand anders ook een slecht gevoel hierover? Ja, ik heb hier zeker een slecht gevoel over. Oké, ik moet zeggen, dit is echt misschien wel de allereerste keer dat ik Piggy speel, zeg maar als speler zijnde. Dus het kan best zijn dat ik het echt super noobie en gewoon niet helemaal goed doe. Maar ik heb wel ammunitie, dus als ik zo meteen een wapentje zou hebben, dan zou ik mij misschien kunnen verzetten tegen Piggy. Nee, maar serieus, het is de eerste keer dat ik het speel. Oh, Piggy is daar! Oh, het is letterlijk de leger Piggy. Dat is zo creepy. Oké, kunnen wij hier iets vinden? Een sleutel, een knop, iets anders. Gewoon something interesting. Oh, hier is een sleutel. Dat is de oranje sleutel. Oké, dat is voor die deur daar. Oh, nee. Oh, maar wie is nou de echte Piggy? Ik snap het niet. Oh, het is de Dino Piggy. I don't get it. I seriously don't get it. Is dat zeg maar... Ik weet het niet. Ik ga gewoon hier naar binnen. Doei. Ik ga gewoon hier naar binnen. Ik ga gewoon hier naar binnen. Alright. Oké, ik weet niet wat hier is. Is hier misschien een sleutel? Het is de rode sleutel. Oké, ik weet niet waarvoor we die kunnen gebruiken. Maar er is vast wel een plek. Oh, Piggy is on my heels, bro. You... cannot be serious. Oké, ik heb gezien waar we de rode sleutel voor nodig hebben. In ieder geval, dus dat is fijn. We gaan hier naar boven. We gaan hierin. Kan deze Piggy mij ook inmaken? I'm not really sure. Ik denk het wel. Oké, er staat plans to deal with the... Oké, ik heb geen idee. Oké, wat hebben we hier gevonden? Dit is... Oh, een wrench. Ik weet waar we die voor nodig hebben. Ik heb eerder gezien dat we die nodig hadden voor een soort van alarmsysteem. Dus als we daar nou snel naartoe gaan, dan kunnen... Is dat Piggy? Ik weet het niet. Wie is Piggy? Wie is Piggy? Waarom weet ik niet wie Piggy is? Zeg maar, dit is echt een van de eerste keren dat ik het speel op deze manier. Oeh, dat is waarschijnlijk... Is dat Piggy? Ik weet het niet. Dit is echt een van de... Oeh, dat is een dino. Dat is zo creepy. Dit is een van de eerste keren dat ik het speel op deze manier. Dus ik heb echt werkelijk maar geen idee wat ik moet doen. Maar voor mijn idee doe ik het best wel goed. We hebben het alarm... Oh, we hebben een brandblusser nodig. Alright. Heeft iemand een brandblusser? En een keycard. Een brandblusser en een keycard. Dat zijn twee hele uiteenlopende dingen. Maar ik denk op zich dat we die wel kunnen vinden als we gewoon goed zoeken. En hier hebben we ook iets voor nodig. Dat is waarschijnlijk een soort van schroefje, zodat we de kluis kunnen openen. Oké, wat is het laatste waar ik nu ben geweest? Dat was hierboven. Toch? Dat is waar ik zeg maar dat rode sleuteltje voor had. Kan deze open? Ja. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier een alarmsysteem die moet uit. You are kidding me right now. Oh, dat is echt heel erg balen. Ik liep letterlijk in de klauwen van de Dino Piggy. Weet je wat? Het is denk ik tijd voor iets compleet nieuws. Oh, dit is zo even. Hoe zit dat eigenlijk met zeg maar de Piggy's? We hebben de normale Piggy. We hebben de little brother. We hebben de mother. We hebben de father. We hebben de sheepy. We hebben de grandmother. We hebben Pandy. We hebben teacher. We hebben kitty. We hebben memory. We hebben Mimi. We hebben... Oh, de Dino Piggy. Dat is letterlijk degene die ons zojuist inmaakt. Ik wil eigenlijk echt een nieuwe Piggy halen. Maar er zijn er zoveel. Zoveel keus. De Angel Piggy. Daisy. Pony. Oh, zelfs als het duiveltje. Doggy, Giraffe, Foxy, Beery, Ellie, Soldier, Betsy, Zombie Piggy, Bunny, Skelly, Tigery, Clowny. Oh, deze is gaaf. De Parasy. Oh, Robbie, Billy en Torture. Dat is de allerduurste van allemaal. En ik heb begrepen dat deze Piggy ook echt super overpowered is. Maar dat gaat niet prijs. Dat gaat niet goedkoop zijn. Ik wou zeggen, dat gaat niet prijzig zijn. Dat gaat wel prijzig zijn. Dat gaat niet goedkoop zijn. En we kunnen ook nieuwe traps halen. Zeg maar, oeh, maar de traps die worden ook echt beter als je die haalt. Oh, dat is pretty amazing. Wauw, oké, op zich wil ik wel nieuwe traps halen. Oh, dit is zelfs een ei als trap. En wat is de allerduurste? Dat zijn de teleporters. Ah, wij kunnen teleporters halen, zodat wij onszelf kunnen teleporteren door de map heen wanneer wij Piggy zijn. That's pretty intense. Of de black hole traps. Ik weet niet wat er gebeurt als een speler daarin staat, maar misschien dat hij wel gewoon echt afgaat. Weet je wat, we gaan gewoon even...
een aantal van de piggy coins erbij halen. 500 om precies te zijn. En we proberen dat een beetje evenwijdig te verdelen over het halen van een skin. We kunnen bijna de allerduurste skin van allemaal halen. Gaan we het gewoon doen? Weet je wat? We gaan het gewoon doen. De allerduurste piggy skin. Oh, you are kidding me right now. Oh, dat is zo amazing. Ik had echt niet gedacht dat ik die ooit zou halen. But I just did it, bro. Oké, ik wil eigenlijk even kijken naar de andere spelers. Zeg maar, ik ben zelf nog een beetje een piggy noob, zou je wel kunnen zeggen. Dus ik vind het leuk om een beetje beter te worden. Door naar anderen te kijken. Ik bedoel, hey, je kunt een hoop van anderen leren als je maar gewoon een beetje geïnteresseerd bent. In ieder geval, weet je wat ik niet snapte in de eerste instantie? Ik zag meerdere soorten piggies. Ik zag zeg maar die gestreepte. Ik zag die zombie piggies. En toen ineens zag ik die dinosaurier. En op een of andere manier had ik al wel het vermoeden dat de dinosaurier inderdaad degene was waarvoor wij moesten uitkijken. Maar ik wist het niet zeker. Dus toen ik zeg maar dat complex inging, ik sloeg linksaf en ik zag ineens... Ah, piggy! Dat was een big surprise, bro. Ja, dit is hem. Oeh, oké. Maar wat ik dan niet snap is, wat is dan zeg maar dat gestreepte varkentje die al die wezens inmaakt? Is dat een soort van helpen dat? Oh, nee. Oh, ze was net te laat. Oh, dat is zo naar. Oh, zeg maar dat meisje dat dacht waarschijnlijk... Haha, ik ben sneller dan jou. Want ze was zeg maar gebukt en Piggy kan niet kruipen. Alleen, she ain't faster, bro. Oh nee, wat doe je nou? Waarom blijft Piggy op afstand? Piggy blijft op een veilige afstand van deze jonge man. You are kidding, hij gaat ingemaakt worden. Wat doe je? Hè? Wacht, wat? I really don't get it. Horen ze bij elkaar? Is dat het? Is there some kind of love? Ah nee, laat maar. Ik weet het al. Die poort, dat was natuurlijk de definitieve uitgang om te ontsnappen uit het spel. En die Dino Piggy, die was echt zo van... Ja, als ik nu naar je toe ga lopen, ga jij ontsnappen. Dus die Dino Piggy, die probeerde ook zo een beetje... En die jongen, die zwaaide zo van... Doei, doei, ik heb het gehaald. Oké, het zou echt... Ik wil nog één ding checken. Sorry dat ik echt zo hectisch ben, maar ik vind het zo leuk. Oké, één kleine vraag. Welke piggy zou jij hebben gekozen? Ik ben dus gegaan voor de Torsure, de allerzeldzaamste piggy van allemaal. 500 Robux, ik kan het nog steeds niet geloven. Maar welke zou jij hebben gekozen? Laat het vooral weten. Alright, intermission is klaar. We mogen een map kiezen. Ik vind de carnaval op zich wel interessant. Maar, oh nee, de forest. Laten we in het bos spelen. Piggy in het bos, bro. You are kidding me. Dat gaat spannend zijn. Zeg maar, Slender in een bos. Ha. Slenderina in het bos. Ha. Piggy in het bos. Ha. Ja, dat is gewoon echt... That's gonna be terrifying, bro. Oké, ik hoop echt dat ik Piggy ben. Trouwens, ik heb een verhaal gelezen op het internet... dat het mogelijk is dat elke speler verandert in Piggy. Geloof het of niet, maar het zou een soort van glitch zijn... waarbij per ongeluk het spel ervoor zorgt dat iedereen als Piggy wordt verkozen. En alle Piggy's moeten dan proberen elkaar... Ik ben Piggy! Oké. You are kidding me right now. You are totally kidding me right now. Dat betekent maar één ding. Ik heb de allerduurste Piggy skin. En ik kan hem gaan uittesten. Yes! Oké, we zitten wel weer in dezelfde map als net. Maar eigenlijk vind ik dat wel leuk, want ik werd hier net ingemaakt. En nu mag ik hier... Oh, ready to rumble, my bro in. Oh, dit is zo gaaf. Ik heb de allerduurste piggy skin in Roblox. En it looks amazing, bro. Let's make some people in. Beste Engels ooit. Let's make some people in. Laten we wat mensen inmaken. Alright, ik weet nu een beetje hoe het werkt. En we gaan er gewoon voor. Oké, er is daar letterlijk al iemand. Oké, ik moet even zeg maar tactisch zijn met mijn traps. Zeg maar, wat ik altijd wel tactische plekken vind is bij trappen. Omdat ik weet dat... You are kidding me. Oh! De manier van iemand inmaken is zo episch. Dat is serieus zo gaaf. Oké, there we go. Oh, dat meisje, dat gaat echt de peanut zijn. Ja, daar kan je niet naartoe. Het spijt me, dame. Maar ik heb je mijn vuur laten proeven. Het was vurig. Zo is dat meestal bij vuur. Oké, ik probeer zeg maar hier... probeer ik zoveel mogelijk van die traps neer te leggen. Oh, kijk, dat is nice. Hier leg ik er ook één neer. En we moeten eigenlijk... die jongen moeten we echt inmaken. Hij is zeg maar echt een expert. Dat valt mij op. Want in het vorige potje was hij ook al echt super badass gewoon. Hij wist wat hij deed. Zeg maar, je zag aan heel zijn movement... en heel zijn manier van playing the game... dat hij exact wist wat hij aan het doen was. En dat vind ik soms wel een beetje spannend. Want dan weet je namelijk dat je iemand ook... Hoe gaat hij in die trap? Ik weet het niet. Oké, wacht. Ik moet hier eigenlijk eerst even weg zien te komen.
traps neerleggen. Dat is echt essentieel in dit spel. Ik zit vast. Waar ben ik naartoe gelopen? Waarom doe ik dit? Waarom ben ik hier zo slecht in? Kan ik hier langs? Nee, ik kan hier niet langs. Ik vind het ook zo irritant. Ik snap het hoor, maar Piggy kan niet kruipen. Dat is echt super irritant. Wel begrijpelijk, again. Want als Piggy zou kunnen kruipen, zouden we ook wel echt heel overpowered zijn. Alright, oké. Okay. Misschien is het ook wel goed dat we onszelf nu even niet hebben laten zien. Want nu zijn we misschien een beetje onder de radar bij de andere spelers. En als we dan zometeen ineens opduiken... Oeh! Oeh! Yes, heb ik er één? Ja, ik heb er één. Ik heb een meisje. Alleen de jongen. Ik wil echt die jongen. Wacht, hij gaat via die kant eromheen. Dus als wij via deze kant lopen, dan hebben we hem, right? Heeft hij dat door? Hij heeft het niet door. Oh, er zit wel iemand achter ons aan die ons even, zeg maar, tijdelijk wilt een knockout geven. Oké, we zetten hier een trap neer. Oh, dit is wel spannend. Ik denk dat we alleen nog die jongen moeten inmaken, is het niet? Oh, hij zit vast, of niet? Oh, hij is er doorheen geglitcht. Hij is er letterlijk doorheen geglitcht. Ik had die val dichter bij de trap moeten zetten. Ik gaf hem nog loopruimte, waardoor hij eromheen kon. Oh, dat is zo balen, bro. You are kidding me right now. Oké, wacht. Laat ik er dan echt hier eentje in de middle of the way neerleggen. Oké, alright. Waar is die jongeman? Maar ik weet waar die uiteindelijk moet zijn, right? Ik bedoel, hij moet uiteindelijk hier zijn. Om echt, zeg maar, te kunnen ontsnappen. So, as long dat wij dat, zeg maar, proberen te voorkomen, is er niet zoveel aan de hand. En we hebben echt traps op de juiste plekken neergelegd. Misschien moeten we de volgende keer, als we weer als Piggy worden verkozen, gewoon een betere trap selecteren. Ik weet niet of dat een goed plan is, maar zeg maar dat we een betere trap aanschaffen in het spel. Eentje die echt super overpowered is gewoon. Dat lijkt mij tenminste een goed plan. Zoals die Black Hole Trap, of die eieren. Zagen er ook grappig uit. Maar dus dat is dan wel een klein beetje pay to win, denk ik. Of niet soms. Zeg maar, die skins, die doen er niet echt toe. Want je bent niet bepaald sneller en je kan niet bepaald dingen... Oeh, daar zijn twee spelers. Die andere mensen niet kunnen. Oeh, jij bent de peanut. Wat doe je? What are you doing? Wat was jouw plan? Oh, dat meisje daar, dat meisje daar, dat meisje daar. Oké, we gaan haar inmaken. Oh, dat is echt geen goed idee wat jij nu doet. Dat is geen goed idee wat jij nu doet. Ik heb jou. Ik heb jou. Ja. Ja, ik heb jou. Oh, we are doing this, bro. We are doing this, bro. Er is alleen nog één speler. En dat is die jonge man waarvan ik echt gewoon... Ik vind het zo lastig om hem in te maken. Het is op zich ook wel weer leuk. Zeg, is dat een speler? Dat is geen speler, right? Nee, dat is geen speler. Zeg maar, ik moet nog steeds een beetje wennen aan de spelregels in het spel Piggy. Ik ben niet per se ervaringsdeskundige als ik dat zo kan noemen. Maar hey, I try my best, oké? Okay? I try my best. Oké, okay, we gaan hier omhoog. En let's have a look for the person. Die ongelooflijk slim en geraffineerd is in dit spel. Maar ik weet ook niet waar die is. Misschien verstopt hij zichzelf wel gewoon. Ik heb serieus geen idee. Weet je wat ik doe? Ik leg er... ja, weet je, dat doe ik wel. Ik leg er hier één neer. Want ik denk dat zometeen ga ik misschien iemand in die hoek drijven. En dan kan die er bijna niet meer doorheen. Zolang ik dat daar heb liggen, zeg maar. Oké, okay, dit is echt super spannend. Ik weet ook helemaal niet waar ik het zoeken moet. Waar is die jongen? Waar is hij er nog wel? Ik heb gewoon echt sterk het idee dat hij er niet eens meer is. Zeg maar, alles lijkt gewoon zoals het net ook al was. Oh, dit is zo naar. Waar is deze jonge man? Hij is... Oh, hij is ergens verstopt. Hij moet wel ergens verstopt zijn, right? Oh, wacht, er is daar iemand. Oh, jij bent echt af. Weet je wat? Om het mee af te sluiten... Oh, wat? Ik wou eigenlijk even de tijd nemen. Heb ik erin gemaakt? Ik heb erin gemaakt op afstand. Om het mee af te sluiten was dit de laatste persoon. En de volgende keer gaan we gewoon weer verder. Tot de volgende keer en ik zeg adios.